Hoi, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik jullie weer meenemen. Vandaag ga ik weer vloggen. Het is 3 uur, precies. What? En ik ga vanmiddag of vanavond naar de voorstelling Lulverhalen. En daar word ik voor uitgenodigd. En daar ga ik vandaag heen. En ik ga jullie meenemen en laten zien ja, wat het allemaal is. En ik ben heel erg benieuwd. Ik ga vanavond met mijn moeder. Vond ik wel leuk. Ik heb net gewerkt, dus ik heb nog mijn shirt aan en zo. Ik ga even lekker douchen en dan kijken wat ik aandoe vanavond. We gaan daar ook eten. Het is in Rotterdam trouwens. We gaan daar ook even een hapje eten en dan kijken we even wat we gaan doen nog verder. Ik ben in ieder geval heel erg zin in en ik ben heel erg benieuwd. Dus ja, kijk lekker mee. Zo, we zijn in Rotterdam en we hebben even Julia's. Ik heb pesto pollo, kip met pesto. En ja, we zitten dus nu op Rotterdam Centraal. En gaan eerst even eten en dan gaan we naar het theater. Check even dit uitzicht. Oh my god. We zijn nu net met de metro hierheen gelopen. Gereden. En we gaan nu even lopen naar de locatie. We zijn veel te vroeg nog, maar dat maakt niet uit in principe. We gaan... Goh ja, het is tenminste droog. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus we zullen het zien. Wow, check dit uitzicht. Oh my god, je kan het bijna niet zien door de zon. Maar we lopen even een stukje omdat we best wel veel tijd over hebben. Maar het is echt super mooi, want de zon die gaat een beetje onder. Dus. Zo, we zijn weer buiten. De voorstelling is net afgelopen. En het is 10:50. Het was super leuk. Ik vond het, ja, eigenlijk, ik wist niet goed wat ik ervan moest verwachten. Maar ik vond het uiteindelijk wel heel erg leuk. Er waren zeg maar 3 gastoptredens eigenlijk. En nou ja, ik zal eigenlijk verder thuis nog wel wat vertellen. Want hier is het niet echt, kan je me niet goed zien en horen. Maar goed, eerste reactie. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. En ik vond het ook wel leuk dat het publiek gewoon wat kleiner was, zeg maar, iets knusser. En ja, in ieder geval, ik vond het leuk. Dus we gaan nu weer terug naar huis. Want morgen moet ik weer om 6 uur op om naar school te gaan. Dus ja, nou ja, jullie zien me thuis nog wel even. En dan sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik naar het theater ging. Verder was het eigenlijk niet zoveel. Maar ja, ik zie jullie zo. Doei! Hoi iedereen. Het is alweer een paar dagen later, want het is nu de zondag. Erna eigenlijk. Ja. En ik heb eigenlijk helemaal die vlog niet afgemaakt. Ik heb hem wel. Ik wilde nu gaan bewerken. En toen dacht ik, hé, ik heb hem eigenlijk helemaal niet afgesloten. Dus dat wilde ik even nu doen. Let niet op de troep, by the way, want het is echt heel erg. Wat vond ik van de. Van het stuk? Ik vond het super leuk. Het was eigenlijk heel anders dan ik had verwacht. Maar daarom vond ik het juist ook heel erg leuk. Even een reminder, even een dingetje. Het is niet echt voor de doelgroep van mijn volgers eigenlijk. Het is wel echt een beetje 16 of laat ik zeggen 18 plus. Wat doe ik met mijn haar? Ik vond het wel heel erg cool. En het is natuurlijk heel erg leuk dat er zijn natuurlijk elke keer andere gast. Ja, sprekers eigenlijk wel. En dat maakt het stuk heel erg leuk. Het maakt dus niet uit of je er 1 of 2 keer heen gaat. Maar, want het is toch elke keer anders. Dus dat vond ik een heel erg leuk ding. En ik heb een heel leuk uitje gehad. Uiteindelijk ben ik, by the way, niet met mijn moeder gegaan. Omdat er die avond eigenlijk een beetje iets naars gebeurde. Want mijn moeder die werd opeens heel erg duizelig en zo. En best wel heftig. Ga ik verder niet op in. Maar dat was gewoon eventjes schrikken. En uiteindelijk wilde ja, moest ik wel gaan. Ik kon wel afbellen natuurlijk als het echt niet anders kon. Maar ik heb mijn zus toen gebeld. En toen ging ik met mijn zus. Dus ik ben met mijn zus gegaan in plaats van mijn moeder. Maar dat is verder alleen niet zo heel boeiend. Ik heb in ieder geval een leuk dagje of avondje in Rotterdam gehad. En ja, ik vond het heel erg leuk. By the way, ook nog nieuws. Er is namelijk, ik heb namelijk een nieuw, nieuw uiterlijk op mijn kanaal. Misschien is het je wel opgevallen al. Ik heb vorige week, mijn naam veranderd op mijn kanaal. Het stond al een tijdje op de planning. En uiteindelijk is het sneller gegaan dan ik dacht.
Maar ik ben er wel heel erg blij mee, want ik wilde toch heel snel die overstap maken. Omdat Kim van Haren gewoon net even wat beter bij mezelf in past, omdat het natuurlijk zo heet. En Inspire My Beauty Blog was gewoon een beetje oldschool. Ja, laten we het oldschool noemen. Ik ben er een beetje uitgegroeid, niet alleen qua leeftijd, maar ook qua dat het niet meer helemaal van nu is. En dat ik er een beetje zat van ben. En het past niet meer helemaal goed bij de video's van wat ik nu doe. Ik doe eigenlijk bijna niet meer zoveel beauty. En vooral heel veel lifestyle. En eigenlijk gewoon waar ik zelf zin in heb. En dat past natuurlijk ja, het beste bij mijn eigen naam. Want dit, ja, de soort video's zijn hetzelfde als hoe ik ben. Waar ik zin in heb, dat upload ik. En natuurlijk luister ik wel naar jullie. Maar nou ja, op die manier in ieder geval. Ik heb een beetje rode vlekken. Ik weet niet wat het is. Ik heb dat altijd, mijn hele leven al. Maar goed, dat is dus een beetje het ding. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En mocht je nog dingetjes zien waarvan nog Inspired by Beauty Blog staat, zeg het even. Mijn site staat er nog wel, Inspired by Beauty Blog. Ik wil daar ook nog iets op verzinnen. En mijn e-mailadres ook. Maar daar ben ik nog mee bezig aan puzzelen van hoe ik dat ga aanpakken. Omdat dat net even iets meer werk is dan dit. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is even een tussendoor vlogje. De ene dinsdag zal er een vlog komen. De andere keer een shopblog. Het is allemaal feest op mijn kanaal. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Geef een like als je dat vond. En bedankt voor het kijken. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei doei. Wow, wat een timing. Ik ging eruit.